Marga Klompé is vooral bekend geworden als de eerste vrouwelijke Nederlandse minister. Zij werd minister in 1956. In 1948 kwam zij in de Tweede Kamer. Daarvoor, tijdens de Tweede Wereldoorlog, gaf zij leiding aan het verzet in Nederland. Als minister heeft zij de universele wet op de sociale zekerheid gerealiseerd. Of de wet op de universele sociale zekerheid gerealiseerd. De wet op de bejaardenorde. Dus zij is heel belangrijk geweest om de sociale fundering te creëren waarop ook vandaag nog de Nederlandse samenleving is gebouwd. Het is natuurlijk heel moeilijk om precies te beschrijven wat ze voor persoonlijkheid is. Ik kan alleen proberen te beschrijven zoals als ik haar zeg maar opgepakt heb. En dat is vanuit iemand die vanuit een hele humane visie in die politiek zat. En vanuit die hele sterke, ook vanuit haar een soort natuurlijke autoriteit als vrouw zijnde. Toch in die enorme mannenbolwerk wat het toen was, dat ze automatisch toch daar haar plek vond. En mensen naar haar luisterden gewoon, omdat ze die enorme betrokkenheid vanuit binnen, vanuit haar ziel had. Het is heel eervol om met haar gedachtegoed te kunnen werken op deze universiteit. Aan het relevant maken van het onderzoek wat wij hier doen voor de samenleving. Ik vind het ook heel erg leuk. Ik merk dat doordat de leerstoel is gekoppeld aan iemand die zo'n duidelijk gezicht heeft, die zo'n uitgesproken mening had en die heel inspirerend was, dat dat ook heel inspirerend werkt voor de studenten. En dat de studenten het ook leuk vinden om die aanknopingspunten te ontdekken die Marga Klompé geeft. En natuurlijk is het bijzonder eervol dat deze dias vandaag op deze manier rondom Marga Klompé georganiseerd wordt. Maar dat is een eerbetoon natuurlijk aan Marga Klompé en het belang van haar werk voor de Nederlandse samenleving. En ik ben blij en trots dat ik daar een bijdrage aan mag geven. Ik heb geprobeerd niet één leeftijdsfase weer te geven, maar eigenlijk ze door elkaar te vlechten. En daardoor hoop ik dat het ook wat leeftijdsloos wordt. Dat heb ik geprobeerd. Maar natuurlijk wat het belangrijkste is, is dat ook de geprobeerd heb een enorme dynamiek weer te geven. Vandaar dat het ook het beeld scheef op de, kijk, zo is de voorkant, er zit scheef op de sokkel. En ze maakt echt een gebaar om degene die ze toespreekt te betrekken bij wat ze zegt en vanuit een innerlijke passie dat wil overreden. Dus ook die hele dynamiek die vanuit haar leven eigenlijk spreekt en niet bepaald de begane paden loopt, is dat ze dus, ik heb haar scheef weergegeven, zie je, dus met één schouder naar voren, waarin ze een gebaar maakt van overtuiging. Die hand, die steekt ze naar voren om degene om te overtuigen, omdat ze overtuigd is van wat ze wil zeggen. En met vanuit een innerlijke bewogenheid eigenlijk in die politiek zit. Vandaag tijdens de dias staat het leiderschap van vrouwen wereldwijd centraal. En dat is in relatie tot het gedachtegoed van Klompé, zowel met een hele internationale dimensie, daarom dat we ook zo trots zijn en blij dat president Ellen Johnson Sirleaf hier is, en met de aanwezigheid van de koningin vanochtend, die het beeld heeft onthuld van Marga Klompé. En dat heeft een hele bijzondere betekenis, omdat het Koningshuis, koningin Juliana en koningin Beatrix, Marga Klompé heel goed hebben gekend. En het is daarom heel natuurlijk, maar ook heel eervol dat de koningin vandaag dit eerbetoon aan Marga Klompé heeft willen betuigen.